lopen. Dat leek voor mij al een uitdaging genoeg. Moest je nog iets leuker verzinnen? Welkom terug. Dit is niet zomaar een catwalk. Dit is een extreme catwalk. De bedoeling is dat jullie door deze laserstralen geraken zonder de laserstralen aan te raken. Heen en weer lopen, dat leek voor mij al een uitdaging genoeg. Moesten ze nog iets leuker verzinnen en er laserstralen tussen smijten? En jullie zijn een model, dus jullie moeten er ten alle tijden elegant uitzien. Ik ga jullie beoordelen, maar ik ga dat niet alleen doen. Ik ga dat samen doen met een ontwerpster, een Belgische ontwerpster, die al 30 jaar haar eigen wereld gecreëerd. Maar nee, en ik had zo gewenst van, die gebruikt gewoon de omschrijving van mijn moeder voor iemand anders. Mag ik jullie voorstellen aan... Ik wist het gewoon en Epi kon het nog altijd niet goed geloven. Ik zeg, ik kan niet anders dan uw mama. Kaat Tilly. Dit is Kaat Tilly. Nee, dat kan niet, maar dat was precies niet echt. Misschien dat ik zo een Fata Morgana ergens zag of zo. Dat is wel... Mag jouw moeder wel komen en die van mij niet? Hallo meisjes, dag. Kaat Tilly's World is het wereldje dat de ontwerpster, de excentrieke ontwerpster Kaat Tilly, zelf voor haar eigen gecreëerd heeft. Ze ontwerpt niet alleen kleding, ook juwelen, accessoires, interieur. Alles speciaal voor de vrouw. Ik kende Kaat Tilly omdat zij is toch veel in de magazine. Dan meisjes, gaan we eraan beginnen. Toen ik deze aanging, toen had ik al een beetje gefocust op van hoe zou ik er doorheen gaan. Blijf poses aannemen. Ook al is er een catwalk met hindernissen, je moet die kleding kunnen verkopen. En niks anders stelt voor ontwerpers. Dat is gewoon hartstikke makkelijk. Je moet gewoon goed concentreren op waar die lasers stonden. En ja, dat deed ik ook. Toen dat Alix als eerste mocht en ik zag dat zij dat heel goed deed. Oh, fluitje van een cent. Ik ga dat ook kunnen. Goed zo. Ik probeerde echt aan alles te denken. Aan de poses, aan de elegante bewegingen. Trek je rok eens omlaag. Dat was geen belletje of een lief fluitje of zo. Dat was echt zo tuut. Ik voelde mij belachelijk. Je hebt nog tijd. 5 minuten zijn langer dan dat je denkt. Adem. Dan moest je helemaal opnieuw terug beginnen. En we hadden maar 5 minuten om het heel goed te doen. En het was echt niet makkelijk. Ja. Ik sta op een catwalk. Frederik zou zeker een show kunnen lopen. Ze heeft gewoon iets meer pit nodig. Afwerken, afwerken, ja. Ik heb vandaag in Melissa echt een model gezien en dat was me eerder nog niet opgevallen. Een pose. Je moet een model zien staan, niet iemand die daardoor spurt. Ik had er zelf niet echt een goed gevoel bij. Ik raakte altijd maar diezelfde stijl. Tegen de 5e keer was ik echt van fuck, ik ga echt niet meer terug. Je hebt nog 30 seconden. Marjolein begon op een gegeven moment gewoon te schelden. Dus ik dacht van, wow, wat doe jij nou? Blijf alsjeblieft gefocust en hou het netjes. Oh, en mijn voeten begonnen echt benen trillen van ja, de hele tijd op je tippen te staan. Dan er nog op letten dat je er mooi uitziet. Ja, het was moeilijker dan ik eerst dacht. Epiphany. Het zou kunnen dat Epiphany extra zenuwachtig was omdat haar moeder daar bij was. Maar goed, je bent hier om topmodel te zijn. Ik had gewoon zoiets van A tot Z gelijk zo snel mogelijk en voilà. En ik was dan ook daarin gaan zitten met mijn hoofd dat mijn mama daar was en zo. En dan ging die zoomer en dan zag ik mijn mama zo echt super even stressen en zo bij dat teken van lopen, lopen, lopen. Ze stapte zonder na te denken. Ze wilde het echt goed doen. Ze wilde echt bewijzen aan haar moeder dat ze het kon. Ik zie dat zij wil dat bewijzen gewoon. Hè? En ze heeft dat enorm met mij. Epiphany, ze heeft haar best gedaan, maar was zeker niet haar sterkste prestatie. Ja. Ik denk dat Epiphany andere
krachten heeft, maar ze is eigenlijk actrice vanaf dat ze geboren is. Wij jullie vergeten te poseren. De afspraak was, bij elke hindernis moeten jullie poseren. Gel, we wou gewoon zo soepel, sierlijk, heel stoere blik toch in haar ogen. En ja, zoals zij het deed, leek het echt zo makkelijk. Ja, dat was gewoon alsof ze het elke dag deed. Die ging er echt zo heel geleidelijk doorheen. En dan, die vond elke keer wel weer een goed steunmoment. Dus dat zag er echt heel mooi uit. Zij was echt super lenig. En ze liep echt op die schoenen alsof er gewoon echt serieus hakken onder zaten. Maar wauw, je gleed er door. Bravo. Goed zo. En meisjes, zo moet het. René is altijd super goed op catwalk. Dus ik had echt verwacht, ja, die gaat dit feilloos doen. Iets eleganter. René was super slecht voor mij voor deze oefening. Zij was gewoon die enige die zoveel trilling. Het was zo hard aan het trillen op haar benen en daarvan meer verwacht. Ja, de poses, dat ging bij mij op zich wel goed, maar op het moment, voor mij was het elke keer weer dat puntje van dat ik net weer het gevoel had van oh my god, ik val me achter. Ze was volledig niet stabiel, niks. Daisy, op je tenen staan. Sorry, dit telt echt niet. Ik had niet echt evenwicht op die hakken en ik kon er echt niet op lopen. Geen mooie expressie in haar beweging. Het is niet aanwezig, het is geen betrokkenheid. Ik moest telkens op de tenen lopen, maar ik viel telkens achterover, dus ik had gewoon geen evenwicht. Daar werd ik gewoon chagrijnig van. En ik had heel veel pijn als spierpijn van ballet. Daisy hield slecht 0,0, geen energie, alsof ze er geen goesting in had en ze was dood. Leslie, die had zoveel tierenlantijnen aan, daar hield ze niet echt rekening mee. Leslie, denk ook aan je gezicht. Mond toe. Waarom ga ik nou steeds af? Ruk ik niet ver en hoef ik zitten toch niet tegenaan met mijn benen. Je hebt een hoed aan, hè? Allee, weet je dat nog? Kut, ik heb dat ding ook nog om mijn hoofd zitten. Ja. Er zijn zo wel momenten dat moeilijk is als je zo zelf je plekje in de wereld wilt vinden. Maar langs de andere kant ben ik gewoon heel trots op haar. Dat is kei tof. Het was geen makkelijke challenge vandaag. Sommigen hebben harder hun best gedaan dan anderen. Maar wat jullie niet weten, is dat een winnares gekozen gaat worden. Het was echt heel, heel duidelijk wie dat er ging winnen. Katie en ik zijn overeengekomen dat Charles de winnaar is. Ik wou wel een keer een opdrachtje winnen. Je mag gratis gaan shoppen in Kruidvat. Maar je gaat niet alleen, je mag nu iemand kiezen die met je meekomt. Ik dacht ook wel oftewel Aisha, want daar kwam ze in het begin heel goed mee overeen. Ik weet gewoon niet wie ik zal tussen Aisha en Melissa kiezen. Het is moeilijk als je met twee meisjes goed overeenkomt en je bent met drie een oneven getal. Ja, dat is niet echt evident om te kiezen. Voor Melissa. Melissa, je mag mee! Achteraf gezien, toen ik echt begon na te denken, had ik wel zoiets van, tja, minder. Twinkelen in Kruidvat, aangeboden door Olaas. Dat is natuurlijk de roeiering winnen. Allee, dat was niet choperen. Dat was gewoon zo leuk om te maken. Hè? Ik heb dat nooit gedaan. En Charles en ik gingen natuurlijk een beetje strategieën bedenken. Van, jij gaat die kant op en jij pakt de luchtjes. En ik ga die kant op en pak de make-up. Ach, fun. Het waren alles. Dat was echt super gaaf. We hadden gewoon 5 tassen vol. 5 tassen vol met spullen. Doei.
Wat zien sommigen er mooi uit? Jullie hebben allemaal heel hard gewerkt. Dus ik zou zeggen, it's a fucking party time. Maar ik moet je even apart spelen. Alleen apart? Ja, kom even mee. Jani nam mij mee. Toen had ik al wat gedronken, cocktailtje en zo. Zegt hij, ja Alex, ik heb een beetje slecht nieuws. Je moet iemand bellen. Is het joh?